Hallo beste vrienden, een hele goede morgen, goede middag, goede avond. Dat God jullie allen zegen in de naam van de Heer Jezus. Iedereen. Degenen die vrienden zijn en ook degenen die hebben aangedrongen om onze tegenstanders te zijn. Dat God jullie ook zegenen. Ik zou graag willen dat u... Ik weet niet of u gisteren goed hebt opgelet en of u gisteren hebt gekeken naar het getuigenis van dit koppel dat wij hebben geplaatst. En ik weet niet of u heeft opgemerkt dat zij vanuit de hel naar de hemel zijn gegaan. Werkelijk. Er vond een transformatie plaats in hen die ontegensprekelijk was. Iets. Wat elk mens wil dat in zijn leven wil gebeuren. Elk mens wil het. En het is natuurlijk mogelijk voor iedereen. De Heer Jezus kwam niet voor sommigen. Hij kwam voor allen. Allen die geloven in Hem. Wie niet gelooft, hij kan niks voor die persoon doen. Wat gaat Hij doen? Hij zal niet Zijn wil opleggen aan niemand. Ons wil. Staat boven alles. Alleen ieder van ons heeft de macht om te beslissen wat wij zullen doen met ons leven. Wanneer wij in de Heer Jezus geloven, dan geven wij ons leven aan Hem over. Dan geven we geven ons totaal over. We onderwerpen ons aan Hem 100% zonder enige beperking of limiet of wat dan ook. Wij geven ons aan Hem over. We trouwen met Hem. En we leven voor Hem. Wanneer wij niet geloven, dan doen wij dat niet. Zo is het. Of het is of het is niet. Of het klopt of het klopt niet. Er is geen misschien. Dus, beste vriend en vriendin. Herinner u zich wat ik heb gezegd. Dat veel mensen, veel jaren geleden, een uitspraak van mij verkeerd hebben geïnterpreteerd. Oftewel, u geeft zich over. En u stijgt naar de hemel of u geeft zich niet over en u daalt naar de hel en u blijft in de hel. Het hangt van u af. Het hangt niet af van instructie, het hangt niet af van geld, het hangt niet af van opleiding, het hangt niet af van beroep, het hangt niet af van economische positie, sociale positie, het hangt niet af van kleur, geslacht. Het is van niets, absoluut niets, afhankelijk, helemaal niets. Het is alleen afhankelijk van de persoon zelf. Natuurlijk. Wie het woord van God niet kent, blijft wachten. Blijft in de verwachting van dat zijn leven zal veranderen door het geluk, als het zo kan. We zouden zeggen: maar wie het woord van God kent, wie toegang heeft tot Gods woord, deze persoon heeft de glorieuze optie om te geloven of niet te geloven. Dat is wat de heer Jezus zei, de heer Jezus zei, als iemand dorst heeft, de heer Jezus zei vroeg, bischop, ik wil dorst hebben, hoe moet ik dorst hebben, dorst hebben is verlangen, het willen, werkelijk veranderen van leven, om een nieuw schepsel te zijn. Om opnieuw te beginnen. Opnieuw geboren te worden. Dat is het Bijbels woord. Vanuit nul beginnen. Alles opnieuw beginnen. Hoe is dat mogelijk? Nicodemus vroeg, maar hoe kan dat? De heer Jezus zei: Kijk, de Heer Jezus zei tegen Nicodemus: Kijk, Nicodemus. Wie uit vlees geboren is, is vlees en zal in het vlees sterven. Wie uit de geest geboren is, de Heilige Geest, is geest, is geestelijk, bovennatuurlijk. Dus het is noodzakelijk dat u wedergeboren wordt. U wilt een nieuw leven. Dan moet u dat willen. En bereid zijn om de prijs te betalen voor dit nieuw leven. Dat was wat dit koppel gedaan heeft. Ik zal iets tegen jullie zeggen: Het getuigenis van dit koppel dat wij hebben geplaatst. En dat u dient te kijken, zelfs verschillende malen, om de geest te pakken. Van wat het inhoudt om dorst te hebben. Want zij had dorst. Zij ging voor alles of niets, leven of dood. Of het klopt of het klopt niet. Of God bestaat of God bestaat niet. Of God antwoordt of God antwoordt niet. Want het is heel bitter dat een persoon binnen een kerk leeft, binnen een religie leeft, of zonder religie, en een leven leidt. Dat ellendig is. Heel ellendig is. Want dat is niet wat de Heer Jezus belooft. De Heer Jezus Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen. En ik zal hem te drinken geven. Dus u dient dorst te hebben. U dient verlangen te hebben. En uw verlangen te zijn dient meer te zijn dan te willen trouwen. Verlangen dan, meer dan gelukkig willen zijn. Verlangen meer dan dat u. Als u honger hebt, wilt u eten. Meer dan wanneer u dorst heeft naar water en dat wilt drinken. Uw verlangen moet boven alle verlangen zijn die u kunt willen in dit leven. Van een droomverwezenlijking of een bepaald project behalen. Want wat denkt u, beste vriend en vriendin? Denkt u dat u de Heilige Geest zult ontvangen op een straathoek? Denkt u dat de Heilige Geest zal komen op een willekeurige manier door een leven te leiden dat niet correct is, een leven in de zonde? Denkt u dat? U dient de zonde te verlaten. U dient het verkeerde te verlaten. U dient op te geven wat u leuk vindt, maar wat het verkeerd is. En u weet dat. U weet dat. Wat verkeerd is geweest, wat u gedaan heeft, dat niet goed is, maar dat u niet wil opgeven. Dan komt dat omdat u geen dorst heeft. Want wie dorst heeft, verlaat alles om wat ook te kunnen drinken. Vooral voor de Heilige Geest. De Heer Jezus zei, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie mij gelooft, geloven is zich overgeven. onderdompelen lichaam, ziel en geest. Of geest, ziel en lichaam. 100%. Boven van Ouders, moeder, kinderen, geliefden, familie, van huwelijk, persoonlijke projecten, dromen, boven alles. Mijn God, ik ben uitgeput. Ik ben moe van het proberen en te wachten op een beter leven. Ik ben moe om te rekenen op het geluk. Nu wil ik dat het geluk naar de hel gaat. Ik ga rekenen op uw woord. Dat is het geloof dat intelligent is. Het bovennatuurlijk geloof dat God geeft. God is degene die het bovennatuurlijke geloof geeft. Hij geeft ons het bovennatuurlijk geloof. Of beter gezegd, hij schenkt het bovennatuurlijk geloof voor degene die dorst hebben. Het bovennatuurlijk geloof is het water, de heilige geest, de geest van geloof. Wanneer u hem ontvangt, zult u nooit meer... Afhankelijk zijn van mensen of dingen in deze wereld. U zult vrij zijn. U zult gelukkig zijn. U zult heel gelukkig zijn. Zo gelukkig als ik. Dat is de waarheid. Ik, ik, ik refereer naar Esther en ik. Wij allebei. Maar zo is het. Wij zijn gelukkig. Waarom? Omdat. Wij hebben gedronken van dit water en wij willen dat u ook drinkt van dit water. Dat is alles wat wij willen, alles wat wij verlangen. Dat is onze droom. Dat de mensen drinken van dit water, zodat zij de glorie van God in hun leven kunnen zien. Zodat zij een nieuw leven zullen komen leiden. Zodat zij, zoals de Heer Jezus zei, zoals de Heer Jezus zei, wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt... Niet zoals de kerk A, B of C zegt. Niet zoals Pelstor of Bisschop, Jan, Piet of Kees zegt. Niks daarvan of de religie. Nee, wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, het heilige woord van God. Wie in mij gelooft, zoals het geschreven staat. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Stromen van levend water. Complete blijdschap is wat de Heer Jezus vroeg aan de Vader. Vader, ik wil dat zij mijn blijdschap, complete blijdschap zullen hebben. De Heer Jezus wilde dat. Hij wilde dat voor zijn volgelingen. Dus hij bad tot de Vader. Ik wil dat zij mijn complete blijdschap zullen hebben. Daarvoor, beste vriend en vriendin, dient u dit oude ellendige leven op te geven dat u heeft geleid. U dient te stoppen om te leven in uw fouten en uw dromen op te geven, uw zonden te verlaten, uw verkeerde leven, uw leugens, uw bedrog op te geven, uw corrupties. Alles opgeven, zelfs uw vrienden, uw familieleden, alles, alles en alles. Alles en iedereen. Want de wedergeboorte, zodat u een kind van God kunt zijn, dient u niet meer een kind van de wereld te zijn. U dient niet meer een kind van deze vieze wereld te zijn. U dient te stoppen om een kind van alles en allen te zijn in deze wereld. En te leven volgens de wil van God. En dan zegt zo'n bisschop: maar ik wil, ik wil, ik wil, ik wil, ik wil, maar het lukt me niet. Ik weet en God weet het. God weet dat u door uw eigen kracht, het, het lukt u niet, maar u kunt zich inzetten, of niet? Het is zoals de vergeving. Wij hebben niet de conditie om vanuit het hart te vergeven. Omdat wij het hart niet kunnen domineren. Hoe zullen we het hart verplichten om te kunnen vergeven? Maar in het hoofd zeggen we nee, ik wil. Ik was boos op die persoon, maar. Vanwege uw woord bid ik zelfs voor die persoon. Ik wil dat die persoon gezegend zal worden. Zelfs als het hart schreeuwt en zegt ik wil dat zij sterft, nadat iedereen het mag weten. Hetzelfde met betrekking tot de wedergeboorte. geboorte. Zelfs als u niet het verlangen voelt om te verlaten wat verkeerd is, maar u verlaat het toch. Uw hart zegt nee, een klein beetje, nog alleen een klein beetje. En zegt nee, niet eens een klein beetje. Ik zal mijn hart verlogenen, ik zal mijn verlangen verlogenen, mijn vlees verlogenen. Ik zal mijn, behoefte, mijn verlangens verlogenen en het koninkrijk van God zoeken op de eerste plaats. En zijn gerechtigheid. Dan wel, God zal uw moeite zien, God zal uw inzet zien en God zal dan u het geloof geven zodat u de actie kunt ondernemen zoals dit koppel gedaan heeft. En u heeft deze getuigenis tot uw beschikking. Goed? Neem dit geloof, beste vrienden en vriendinnen. Want zonder het bovennatuurlijk geloof is het niet mogelijk om een kind van God te zijn. Want het bovennatuurlijk geloof is bovennatuurlijk. Het is boven het natuurlijke. Alleen degene die door en in het bovennatuurlijk geloof leeft. Zijn degenen die uit God geboren zijn. Wie niet uit God geboren is, leeft in het natuurlijke geloof. Dat menselijk is. Dat iedereen heeft. Maar het bovennatuurlijke geloof alleen wie de Heilige Geest heeft. Heeft u begrepen? Morgen zullen we meer daarover spreken. God zegt jullie allen. Op deze wo morgen woensdag hebben wij de dienst van de Bijbelstudie. In alle UKGR evangelisch centra. Als u niet in de avond kunt komen, kom dan gedurende de ochtend of in de middag en u zult een ervaring met God hebben. En u zult dan zien en weten wat betekent stromen van levend water, stromen en vloeien uit uw binnenste van uw ziel. God zegt jullie allen in de naam van de Heer Jezus. Amen.